Burgemeester De Vries, u had net een hele mooie vlag. Gaan we iets bijzonders doen binnen Lingewaard? Want u zegt elke keer al, Lingewaard is een bezoek meer dan waard. Nou, we gaan inderdaad iets heel bijzonders doen in Lingewaard. We krijgen volgend jaar op zondag 30 augustus 2009... hebben wij de organisatie gekregen van de Ride for the Roses. Dat doen we samen als gemeente met Veiling Plantion in Bemmel. En zoals ik gisteren in Goes, waar het dit jaar werd gehouden, het evenement heb gezien, komen daar zo'n 14.000 mensen op de fiets een dag rijden voor het goede doel. Het is voor het onderzoeksprogramma tegen kanker. 14.000 mensen, dat is de bijna bevolking van de kern Huissen. Waar laat u die? Nou ja, de veiling wordt het start- en finishterrein. En daarvanuit moeten we het allemaal zien te geleiden op trajecten van 100 kilometer, 50 kilometer en 25 kilometer. Maar het zal een enorme organisatie worden. Ik denk wel een van de grootste waar we ooit in Lingewaard voor gestaan hebben, wat evenement betreft. Maar dat is natuurlijk een gigantische uitdaging. Ja. We hebben al een kleine voorproef gehad met het feest rond 300 jaar Pandelens Kanaal. Maar dit wordt dus nog vele malen groter. Ja, dit is vele malen groter. Dit is niet te vergelijken. Kijk, bij het Pannerdens Kanaal had je punt 1 had je heel duidelijk het kanaal. Daaromheen kon je een aantal maatregelen nemen, zoals het afzetten van de dijken en een transferium. Maar je krijgt nu dus het punt van en heel veel bezoek. Je krijgt ongeveer 14.000 wielrijders die hier naartoe komen, fietsers. Die gaan trajecten afleggen. Dat betekent dat bijvoorbeeld die 100 kilometer, die werd gisteren door 7.500 mensen gedaan. Dat kun je niet op de doorgaande wegen doen. Dus daarvoor zullen we afspraken met Rijkswaterstaat en de provincie moeten maken. In Zeeland bijvoorbeeld gisteren waren de provinciale wegen allemaal afgesloten gedurende delen van de dag. Om die fietsers veilig en wel te laten gaan. Ja. De grootste afstand, 100 kilometer, binnen de gemeente Lingewaard zie ik niet zitten. Nee, hoeft ook niet binnen de gemeente. Het is alleen start en finish is in Lingewaard. Ja. Maar hij gaat dan, ik weet het nog niet exact, daar zullen we ook met de politie over moeten praten. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat we een route maken vanuit Lingewaard door een stukje van de Ooypolder. Misschien het gedeelte bij Groesbeek en Millingen. Misschien zelfs een stukje Duitsland in. Ja. Ja, dat gaan we de komende tijd allemaal bekijken. Het is een enorm project. Het is ooit een idee geweest van veilingdirecteur Valley Hollingen en uw voorganger, waarnemend burgemeester Paul Peters. Ligt het een beetje in uw straatje voor de werving van Lingewaard? Nou, het past daar uitstekend in. Het past er helemaal in. Ik bedoel, wat dat betreft ben ik ook ontzettend blij dat we de organisatie toegewezen hebben gekregen. We gaan er ook voor. We gaan er ook een geweldig festijn van maken. Gisteren in Goes 14.000 deelnemers. Maar wat ik belangrijker vind, er is gisteren in Goes 1,1 miljoen. Is nog nooit zoveel opgebracht in het bestaan van de Ride for the Roses voor het goede doel. Het onderzoeksprogramma naar kanker. Nou, ik denk dat we als Lingewaard de uitdaging aan moeten gaan. We gaan voor die 14.000, maar we gaan ook voor die 1,1 miljoen te overtreffen. Ja, en u kent mij. De uitdaging is geweldig, maar dit is wel iets waarbij ik zelfs nog wel eens even denk van kunnen we dat aan als gemeente? Daar antwoord ik ja op, maar dan zal iedereen hier echt zijn schouders onder moeten zetten. Ik heb in Zeeland gezien dat iedereen daar heeft gezegd van we gaan ervoor. Dan wordt het een geweldig succes. Ik neem aan dat u dan ook een beroep gaat doen op verenigingen. Verenigingen, bedrijfsleven. We zullen ook met de provincie in gesprek gaan. Want het enige lastige is natuurlijk het laatste weekend van augustus. Dan staat deze regio bol van evenementen. En daar komt nu een evenementje van grote omvang bij. Ja. Ik bedoel, gisteren waren er enkele honderden bussen van fietsgroepen overal uit het land. Die zullen ergens moeten staan. Ja. Er zullen van die 14.000 mensen zullen niet allemaal willen overnachten. Alhoewel dat voor de toeristenbelasting natuurlijk heel goed voor de gemeente zou zijn. Maar we zullen dus moeten gaan praten met hotels in Arnhem en Nijmegen en omgeving. Van goh, waar kunnen we mensen onderbrengen? Nu gaat de campagne eigenlijk al van start per vandaag. Want u heeft gisteren de vlag overhandig gekregen. Mensen die mee willen doen, mensen die zich willen informeren. Is er op een of andere manier een mogelijkheid dat ze iets kunnen vinden op een website of dergelijke? Ja, daar gaan we de komende tijd aan werken. Maar als mensen zeggen, ik kan niet wachten, laat ze zich maar tot mij wenden op mijn e-mailadres bij de gemeente Lingewaard. Dan zorg ik wel dat het op de plek van bestemming aankomt. Want hoe meer mensen ermee willen denken en mee willen werken, vooral vrijwilligers, zullen we gigantisch veel nodig hebben. Ze zijn allemaal van harte welkom. Voor het goede doel gaan we ervoor? We gaan er helemaal voor om ook als Lingewaard een enorme bijdrage te leveren aan de bestrijding van die verschrikkelijke ziekte.